Nou, het is vrij nat. Het is echt nat. En nat? Ja, dat is het. Al dagenlang. Je zou maar op vakantie zijn in het natte Nederland. Toch worden de kampeerders op camping De Kienhoef in Sint-Oederode er niet minder vrolijk van. En vervelen? Dat zit er geen moment in. Ja, tussen de buien doorgaan zijn de kinderen gewoon weg. En wij gaan wandelen of her en der wat buurt of een spelletje spelen of zo. Dus van die dingen. Ja, we hebben denk ik het geluk dat we zo dichtbij zitten. Dus dan kunnen we naar huis, als het zou moeten. Dus, maar we hebben het nog niet overwogen door het weer om naar huis te gaan in ieder geval. Nee. En of de kinderen Gerrits het jammer vinden dat hun ouders niet voor een tripje naar het zonnige zuiden hebben gekozen? Nou nee dus. En kan je nieuwe vrienden maken, want er zijn nieuwe mensen. En dat is veel lekker dan naar het zuiden toe te gaan. En gewoon daar op het strand alleen te spelen. De Kienhoef is keileuk. Ik wou zeggen, in het zuiden is het weer ook niet gegarandeerd. Nee, in het zuiden is het... Daar is het enorm heet. Wij hebben hier het water. En dat vraagt dus enige aanpassing. Bij de Kienhoef doen ze er alles aan om het de gasten toch naar de zin te maken. En als het niet op de camping zelf is, dan maar erbuiten. Nu het even wat minder mooi weer is, krijg ik heel veel de vraag, wat is er te doen in de omgeving? We hebben natuurlijk een superleuk animatieteam. Maar dan ben ik even de binnenactiviteiten aan het opschrijven. De zwembaden, de binnenspeeltuinen, de restaurants waar je ook kan spelen. Dus dat de mensen gewoon een compleet lijstje krijgen. Terwijl de receptionisten druk doen is om de lijst samen te stellen, stelt campingmanager Roy van Roy dat de aanhoudende regen niet leuk is, maar de meeste vakantievierders blijven op het park. Vroegtijdige vertrekkers? Ja, die zul je ook zeker altijd hebben. En die zijn er ook bij. Er zijn mensen die graag de spullen droog willen inpakken, de tent, de caravan, of in ieder geval de voortent van de caravan. En zodoende dat die een dagje eerder naar huis gaan, of misschien wel twee. Oké, dus wat dat betreft valt nog mee. Heb je nou ook afzeggingen? Mensen die zeggen van met dit weer kom ik niet? Zover ik weet op dit moment nog niet. Nee. Toch merkt hij ook dat de stemming wat anders is. In vergelijking met zomers waarop de zon wel volop schijnt. Op het moment dat de zon schijnt zijn de mensen gewoon over het algemeen gezien gewoon een stuk vrolijker. En je merkt dat in het begin een buitje, dat vinden mensen niet zo heel erg. En dat vinden ze vaak nog wel even prettig. Omdat het gewoon even wat afkoelt en dat je niet in een bloedhete tent ligt. Maar nu is het inderdaad al een aantal dagen wat minder. En dan merk je wel dat de mensen dat de stemming wel iets naar beneden gaat. Maar uiteindelijk zeggen de mensen zelf ook, ja, je moet er zelf iets van maken. En we zijn in Nederland en het weer heb je niet in de hand. Het echtpaar van Baren uit Den Haag koos dit jaar voor een 3-weekse vakantie op de Rooise camping met hun 2 kinderen. En wat doe je met dit weer? Lego spelen, de Donald Duck lezen. Maar volgens vader Fabian wordt er wel meer gedaan. Nou, we gaan nu wat vaker dagjes weg. Dus gisteren zijn we bijvoorbeeld naar een museum geweest. We zijn een keertje naar een binnenspeeltuin geweest met een restaurantje waar je kon lunchen. En een boswandeling gemaakt. We hebben gemountainbike door de bagger heen. Dus hou je jezelf al bezig. De Van Baarns komen de dag wel door dus. Maar natuurlijk hebben zij ook op beter weer gehoopt. Nee, in de zomervakantie eigenlijk niet, nee. In de herfstvakantie gaan we ook kamperen en dan kiezen wij er bewust voor als het slechter weer is voor bijvoorbeeld een binnenzwembad en een binnenspeeltuin. Dus dit is wel even een uitdaging af en toe. Nou, en die uitdagingen zullen er blijven, want voorlopig blijft het met bakken uit de lucht vallen. Roy van Roy kijkt alweer wat verder. Nee, aankomende week ziet het nog niet heel erg best uit. Maar ik heb wel gehoord op het nieuws in ieder geval dat het daarna wel weer beter moet gaan worden. Nog even wachten op betere tijden dus. Aan de andere kant, je hoort vaak als de kinderen het naar hun zin hebben, de ouders ook niet klagen. En die regen, ach, de kids lijken zich overal te kunnen vermaken.